In deze video hebben wij het over dark ride systemen. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! In deze video gaan wij het hebben over verschillende dark ride systemen. Wij zijn in heel veel pretparken de hele tijd en we gaan in heel veel attracties. Maar wat is eigenlijk ons favoriete type attractie? Misschien wel een dark ride. Dark ride. Nou, misschien wel. Ik denk dat een dark ride mijn favoriete attractie is. Meer dan een achtbaan? Ja, dit is een heel ander dilemma. Gaan we het niet over hebben. Nee, maar dark rides komen natuurlijk in alle soorten en maten. Precies, het zijn net mensen. Maar wij dachten, het is leuk als we even die systemen langs gaan. En dan gaan we even vertellen hoe wij erover denken. Dus ik heb even een ouderwetse zoektocht gedaan op Wikipedia. En toen kwam er een lijstje uit met de verschillende systemen. Nou, en die gaan we dus even behandelen. Ja. Let's go. De eerste van het lijstje is Dark Water Ride. Dark Water Ride. Staat het echt zo? Ja. Dark Water Ride. Ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, ik zou het noemen als bootjes. Zoals bijvoorbeeld Vater Morgana. Small World. Bos van Plop. Pirates. Maar nu komen we meteen weer op de eerste discussiepunt. Ja. Vind jij Bos van Plop? Dat is toch een boot? Ja, maar dat is toch meer een soort lokvloem? Dat is toch geen lokvloem? Volgens mij op die drijf je een soort van echt los op het water, toch? Wat bedoel je? Nou, Vater Morgana zit vast aan een soort van ding onder water. Ja, maar water. Pirates toch ook niet? Ja, oké. Okay. Nee, ander discussiepunt. Maar niet. Het gaat om, je gaat door een dark ride heen met een bootje. Daar houden we het nu op. We gaan het niet hebben over kabels en dingen en allemaal. Okay, daar ja. houden we het even, dat ja. laten we even voor nu. Ik vind het, zeg maar, ik heb voor en tegen. De voor is, ik vind het wel heel leuk en je gaat echt wel midden door de scènes heen, zo. Ja, vaak in deze attractie ga je inderdaad in het midden er doorheen. Dus ja. heb je aan beide kanten van het bootje iets. Wat je bij andere dark rides niet hebt. Dan heb je altijd, zeg maar, een muur. Ja, dus je gaat er wel echt, je voelt je echt alsof je er midden in gaat. Maar ik vind het dus ook vervelend dat zo'n boot dan vol zit met zoveel mensen. En ze zijn altijd vervelend. Gaat er weer in met zijn lampje schijnen. Gaat er weer één kwebbelen. Kwebbelde. Nou, leuk. Ja, jij vindt dat er te veel mensen in een bootje passen eigenlijk. Ja, als ik in mijn eentje in een bootje kon, had ik het leuk gevonden. Ja, wat ik heel leuk vind aan dit attractietype is dat ik eigenlijk sneller geloof dat ik naar een andere wereld ga. Omdat je echt in een voertuig stapt. Je bent op het water en niet meer op het land. Dus je gaat makkelijker een andere wereld in. En ik vind dat helemaal als een dark ride een soort van splash heeft. Zoals bijvoorbeeld bij Piraten in Batavia. Dan ga je echt zo zoef en dan ben je gewoon in die wereld of zo. Maar dat kan je niet echt bereiken met een ander soort attractietype dan dit. Nee. Oké, we gaan naar de volgende. Yes. De volgende is hangende dark ride. Zoals Droomvlucht. Peter Pan. Ja, aan de ene kant vind ik het oprecht wel leuk. Maar, er zit eigenlijk wel een maar aan. Ja. Ik heb nooit echt het gevoel dat ik dan vlieg of zo. Omdat je toch in een soort karretje zit. Ja. Ik heb dan moeite met dat stuk geloven. Dat vind ik altijd lastig aan dit attractietype. Nou, ik vind bijvoorbeeld in Peter Pan vind ik het dan wel leuk. Ook al is het soort van ruwig en totaal niet soepel. Maar je gaat wel nog een beetje zo. Dan denk ik, oh ja. Je maakt wel echt een soort van vliegbeweging. En je gaat ook echt boven iets. Terwijl met Droomvlucht denk ik in veel scènes. Want er zit ook gewoon een soort van grond onder je. Je zit gewoon aan die zijkant van die scènes en ik zie gewoon een soort van de grond onder me. Ik ga niet ergens overheen. Dus dan denk ik de hele tijd van, wat voor poppenkast is het? Ik had net zo goed in een Omnimover kunnen zitten. Nou, dat heb ik heel erg bij Droomvlucht inderdaad. Het had net zo goed een Omnimover kunnen zijn, want de achterkant van waar jij naar kijkt is nooit gethematiseerd eigenlijk. En ik heb het hier met Peter Pan, ga je wel echt over die boot zo en over dat Londen. Dan ga je echt over de scène heen. En ook erdoor. Dus niet aan de kant van de muur, zeg maar. Ja, de volgende is een interactieve dark ride. Ja, we hebben dit van tevoren al een klein beetje behandeld. Ik vind dat dit type gewoon niet telt. We gaan een grens trekken hier. We boycotten interactief. Want leg eens uit, wat is volgens Wikipedia dan een interactieve dark ride? Is het een interactief of shooting dark ride? Zoals bijvoorbeeld Buzz Lightyear. Ja, maar dit is dus mijn probleem. Buzz Lightyear is een Omnimover met een extra shooter functie. Dus dat zou betekenen dat bijvoorbeeld Popcorn Revenge, je telt dan nu als interactive dark ride, maar is niet trackless. Die valt dan dus niet onder de trackless categorie. We zijn niet eens een Popcorn Revenge geweest. Die was echt blij dat ik een voorbeeld had. Ik vind dat je in elk dark ride attractietype zou je een shooter van kunnen maken. Maar volgens Wikipedia zou het dan ineens in deze categorie vallen. En dat gaat er bij mij niet helemaal in. Dat gaat er bij mij niet helemaal in Wikipedia. Oké, die telt niet. En het helpt ook niet mee dat je het eigenlijk niet leuk vindt. Ik haat shooters. Misschien is dat het gewoon. Ja. Deze skippen we. De volgende vind jij denk ik ook geen dark ride. Het is mijn klaaguurtje geworden eigenlijk. Hè? Dat is de simulator dark ride. Dat vind ik oprecht geen dark ride. Dat dacht ik al. Ik ook niet. De simulator is een simulator en de dark ride is een dark ride. Vind jij Star Tours een dark ride? Nee. Nee, dat is gewoon een simulator. Ja, maar dat noemen ze hier een simulator dark ride. Wat is dat met Wikipedia? Ik kan jezelf invullen. Daar gaan Wikipedia herschrijven.
schrijven. Nee, dat gaan we niet. We hebben geen tijd voor. Oh ja, dat klopt. De volgende is de Omnimover. Zoals bijvoorbeeld Carnival Festival of Phantom Manor. Ja. Nou, dit is gewoon mijn favoriete ritssysteem eigenlijk. Maar waarom? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is een beetje ouderwets. Ja, het is ouderwets. Een echte mensenvreter. Nou, sowieso dat. Hè? Als je een Omnimover systeem hebt, dat vreet mensen weg. Dus de wachttijd is altijd vrij laag bij die apparaten. Maar ik weet niet, ik ben gewoon heel erg gecharmeerd van hoe de Omnimover ontstaan is. Iemand bij Disney had namelijk een keer een appel op een stokje. En toen had hij een paar happen uit die appel genomen. En toen dacht hij, wat nou als ik mensen in die appel kan zetten en dan aan die stok kan laten rijden. Zo is de Omnimover ontwikkeld. Sorry, maar met zo'n cool verhaal, ja, dan is het instant mijn favoriete ritssysteem ever. Eigenlijk zit je dus in een appel, hè? Ik vind de Omnimover ook wel leuk, want ik vind het wel leuk dat af en toe heb je zo'n reveal, weet je wel. Omdat dat ding zo kan draaien. En dan wordt je zo die scène ingedraaid. En dan is het cool. En ik vind bijvoorbeeld in Phantom Manor die scène met dan Madame Leota zo in het midden, dat je dan zo met alles eromheen gaat, vind ik heel vet. Maar wat ik dus een heel groot nadeel vind, je kan zeg maar geen ritje maken in zo'n apparaat zonder dat hij even moet stoppen. Zoals bijvoorbeeld dat de fanfare langskomt in Carnival Festival. Of dat de geesten de rit weer onderbroken hebben in Phantom Manor. Ja, en dat haalt me toch eruit. Ik snap, iedereen moet dat ding in kunnen. Iedereen moet dat doen. Eigenlijk hou jij van Dark Rides waar geen minder valide in kunnen. Nee, dat is niet waar. Nee, dan mag je niet voor die woorden in mijn mond leggen. Dat is totaal niet waar. Het spijt me. Ja, ja. Ik vind dat iedereen erin moet kunnen, maar als ik eruit ben, want dan stopt die niet. Precies, als ik erin zit. Nee, maar dat is toch een nadeel. Je kan dat zeg maar niet opvangen. Iedereen gaat gelijk stil. Ja, het is natuurlijk gewoon één lange slinger aan karretjes. De enige manier om een minder valide in te laten stappen is om de hele baan stil te zetten. Terwijl met andere dark ride systemen kun je vaak een karretje misschien iets later los soort van wegsturen. Ja. Dat kan inderdaad bij dit systeem niet. Maar je zit wel vaak lekker met z'n tweetjes. Ja, maar je zit alsnog dicht bij andere mensen die dan weer zo als debielen met de lampjes gaan schijnen. En dan vooral in Phantom Manor vind ik dat erg. Dan heb je zo'n lollige vader die zijn kind gaat laten schrikken. Dan denk ik, hou op met dat gegil. Laat me met rust. Maar is er een ritssysteem waarbij je echt alleen zit? Privé simulator. Nou, je hebt natuurlijk wel van die kleinere karretjes waarbij je zeg maar ook door scènes heen gaat. Maar zoals bijvoorbeeld snorritouren zit je in best een klein karretje en ga je gewoon rustig met alleen je karretje zo door die scènes heen midden door. Sneeuwvlokken, het ding, het is de intratuin, maar je zit wel lekker rustig alleen. Ik weet dus alleen niet hoe dit ritssysteem heet. Dat is gewoon basic dark ride karretje. Ja. De normale. Gewoon de normale. Maar dat is mijn lievelings als het ook nog kwaliteit dark ride zou hebben. En dan is er eigenlijk nog maar eentje over. Mag ik raden? Mag ik raden? Ja. De trackless dark ride. Ja. En dit was zo populair. Ja. Fantastisch. 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 Trackless. Ik weet echt nog dat ik in Ratatouille ging en dat ik dacht, hoe kan het dat die karren niet botsen? Wow, wat vet. Volgens mij heb ik Symbolica ook zo aan mijn moeder uitgelegd. Want... En geen rails, hè? Geen niks. Het gaat gewoon over de vloer. Maar inmiddels kunnen we wel zeggen dat we er echt een beetje mee doodgegooid worden. Ja, het is overhyped. En ik heb dus ooit een keer Ochtend in Pretparkland geluisterd. En Erwin Taas, die zei toen iets en dat is me bijgebleven. Die zei, als ik in een trackless dark ride stap, weet ik dat het een hele vlakke attractie gaat worden. Ja. Je gaat nergens omhoog of omlaag. Je weet dat je op de vloer blijft forever. Aan de andere kant denk ik, we moeten nog in de beste dark ride ter wereld en die is ook trackless. Rise of the Resistance. Ja, daar gaan wij in. Daar gaan we in. Dus misschien zijn we dan maar helemaal om. Gaan we daar een video over maken ja. dan? Ja, zeker. Een dark ride is altijd goed. Snap je? We klagen nu, maar we zijn alsnog altijd gelukkig met een dark ride. Het is altijd een hit of een miss. Niet. Het is ook een soort van tussenin. Okay. Het is niet hit of miss. Weet je dat hit of miss? Noem een tussenin dark ride dan. Een snorritouren. Vind ik een hit. Niet. Dit vaart. Miss. Carnival Festival. Miss. Oké, nee, we moeten nu echt stoppen. We moeten nu echt stoppen. Laat in de reacties weten wat jouw favoriete dark ride type is. En waarom? Bedankt voor het... Was snel, hè? Ik verwacht dat er veel meer kwam. Ja. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!